Burgemeester Emiel Jentsch heeft donderdag de Orange the World-vlag gehezen voor het gemeentehuis van Oegstgeest. Dit gebeurde in het kader van de wereldwijde campagne om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. En het is een campagne die duurt van 25 november, vandaag dus, de startdag. Dat is de dag van het tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. En loopt tot 10 december en dat is de internationale dag van de rechten van de mens. Dus een 16-daagse campagne om specifiek voor het geweld tegen vrouwen en meisjes aandacht te vragen. Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. In Nederland is het probleem zelfs groter dan gemiddeld. 1 op de 3 vrouwen wereldwijd, maar in Nederland is het probleem zelfs nog groter. 45% van de meisjes onder de 18 heeft al geweld meegemaakt. Dat kan klein zijn, van intimideren op straat, tot stalken, nou ja, tot en met moord en doodslag. In 10 dagen tijd wordt 1 vrouw in Nederland door geweld om het leven gebracht. En daarom is deze campagne tot stand gekomen. Dit jaar doen ruim 220 gemeenten in ons land mee. Verspreid door het land worden 's nachts gebouwen oranje uitgelicht. Zo ook het gemeentehuis van Oegstgeest. Burgemeester Jentsch vindt het belangrijk dat ook zijn gemeente aandacht vraagt voor de campagne. Wat ik in het algemeen zie is met veel andere burgemeesters tijdens de coronaperiode, en vorig jaar is dat al ingezet, dat we meer geweld in gezinnen zien. Dat is ook tegen kinderen. Dat komt omdat mensen vaak dichter op elkaar zitten langere tijd. En wat we ook proberen te doen is daar uit voorzorg mensen al tips meegeven. Ga uit wandelen op het moment dat je merkt dat het binnen een beetje knettert. Ga naar een andere kamer toe. Zorg dat het niet escaleert. Naast het Oranje Gemeentehuis zullen ook verschillende plekken in het dorp versierd worden met oranje versiering. Ook zal op enkele plaatsen het telefoonnummer van Orange the World in oranje cijfers zichtbaar worden. In Voorschoten en Wassenaar kleurt het gemeentehuis de aankomende 2 weken ook oranje.